Het is oktober en dat is dus de tijd van de Oktoberfeesten. Het echte Oktoberfeest vindt natuurlijk plaats in München. En al goed Remun kan mensen speciaal voor daarheen. Net terug van de grootste kermis van de wereld. Ja, niet alleen de kermis. Hè. Er is wel meer te doen dan alleen kermis in München. De kermis, dat is voor heel veel mensen dat heel belangrijk. Maar ik denk, wie veel zijn gegaan met een groep van 8 man, dat een bizar is. Ik denk dat voor ook de kermis rechtstreeks over ging gestoken naar een van de grote 12 tenten die er staan. En we hebben daar ons goed geamuseerd een aantal uur. Ja. En dik ook, heb ze zich ook heel goed geamuseerd? Ja, alleen de laatste uur kunnen ze eigenlijk niet veel meer vanaf, maar ja, het gebeurt wel eens. Ik ben toch wel gezellig te dansen zo, met zo'n meisje, met zo'n dermelrok. Het is leuk die dels allemaal, inderdaad, ook die vulling die kunt goed naar voren, maar dansen daar is niet veel sprake van, dat absoluut niet. De tent zit redelijk vol en zichzelf vraagt ze ook redelijk vol, waardoor dat de dansen echt niet lukt. Wie zit zo'n tent eigenlijk te goed? Hier in Nederland heb ik in ieder geval nog nooit een dusdanig aangeklede tent gezien. Een tent, daar passen 10.000 man in ongeveer. Dus het eigenlijk 2 verdiepingen, dus een soort balkon rondom waar nog mensen zitten. De meeste tenten zijn eigenlijk voorzien van gewoon beertafels met banken. En dat is 1 grote tent, daar staan dan grote standtafels in. En het is ontiegelijk groot. De gezelligheid, het feest, de leuke mensen van Australiërs tot en met Amerikanen. Van Zweden tot en met Spanjaarden, alles einde grote Hongarijn. Ja, en dat is gewoon gezellig. Het pakt zich allemaal samen. De Oktoberfeesten van München vormen de basis van de Oktoberfeesten die wereldwijd gevierd werden. Van Brazilië tot Canada en natuurlijk ook in onze eigen provincie. En vier jaar hier in Limburg ook de Oktoberfeest? Hier in Limburg, ja zeker. Daar vieren we zeker ook de Oktoberfeest. Komende week gaan we eventjes naar de muis toe. Hè. Even kijken wie hem door de nieuwe winkeling gaat weren. Dan krijg je een klederdracht of zo. Nou, als ze dat werk in die lederhozen naar binnen komt, dan vult ze wel gelijk op. Dat is, in München is dat totaal niet, dus ik denk dat ik hier gewoon in een spijkerbox woon. Steeds meer plaatsen zijn de traditionele lederhozen en dirndls verkrijgbaar. Zo ook in Romein. Gewoon een leuke Tiroler kleier aan, een dirndl, een leuke box aan en het feest kan beginnen. Dus ene grote kermis? Ja, ene grote kermis, joh. Ja. In Sittard is het grootste evenement, maar ook lokaal zijn er steeds meer initiatieven. Vorige week vond er al een Oktoberfeest plaats in de Oranjerie. En aan het eind van de maand is er een groot Oktoberfeest bij de Witte Stein op Ruiver. Daar pakken ze het groots aan, compleet met paviljoentent en 3 dagen lang feest. Nog heel even dan over jodelen. Ja, jodelie. Hup, passen. Het pas. Wel nog gewiet, maar dat wordt wel bijgevuld op de dag zelf. En is dat de eerste keer dat ze Oktoberfeest gaat vieren? Dat wel. Bij de Witte Stein op een Ruiver. Dus je bent eigenlijk in de Ruiverse? Ik ben in de Ruiverse, ja. Dus nog nooit op het Oktoberfeest geweest zelf of in Sittard of hoe dan ook? Nee. Nog nooit. Nou, dan wens ik je heel veel succes, want ik zal eigenlijk Duits tegen die beginnen te praten. Ja, maar dat ken ik ook nog, Duits. Schönes Fest. Auf Wiedersehen. Wij mij kunnen denken dat het feest dat ooit op de kermis van München begon, zich wereldwijd zou verspreiden. Zelfs tot in onze eigen provincie. Dus, lederhozen aan en los geht's! Op naar het Oktoberfeest! Christel, het strikje rechts moet er niet achter zitten. Nou, ik heb me net laten vertellen dat ze dat aan de rechtse kant moest doen als ze getrouwd was en als ze vrijgezel was aan de linkse kant. Dat vind ik eigenlijk dom. Maar eigenlijk is dat veel leuker om dat dan eens te draaien. Ja. Het is een echte modem-item geworden. Dus het overal, alle Oktoberfeesten. De tenten. Iedereen probeert nog schoner aan te zien dan de anger. Ik heb het helemaal afgekleed met huidjes, met tasjes, met kettingen. En zo is het ook aan de dirndls. Dit is een dirndl van Country Line. Een dirndl van Speed & Mansky. En natuurlijk op een moderne manier met lederhozen in Spijkershof. Veel zin er klaar voor. Gero, proost! Jodelie.